Waarom hebben we nog geen goede vaccins tegen TBC, HIV en malaria? Dit is de Universiteit van Nederland. Op 26 oktober 1979 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De wereld vrij van pokken. Um, het laatste geval, zo'n beetje, was dit kind in Bangladesh. Pokken heeft voor meer dan 3000 jaar voor enorm veel um, dode kinderen gezorgd. Het uh, pokken bestaat uit eigenlijk een pus waarin het pokkenvirus zit, levend en dood, en ook immuuncellen levend en dood. En na zo'n week gaat die pok. Drogen krijg je litteken. En eigenlijk gebruiken we nog steeds vandaag de dag in Nederland het woord. Een persoon heeft een pokdalig gezicht, ingedroogde pokken. Jarenlang heel bekend fenomeen. Gelukkig is er een vaccin tegen ons staan. Hoe is dat vaccin nou ontdekt? Dat is een hele interessante story. De volgende dia zie je de hand van Sarah Nelms. Het is 1796, Engeland. Sarah Nelms was een melkmeisje. Zij melkte elke dag trouw de koe blossom. En die, wat Jenner, een plattelandsarts in Engeland, opviel, was dat die melkmeisjes hele schone handen hadden. Je zag af en toe wel een pok, je ziet er hier drie. Door een besmetting, door het aanraken van die koeien. Dus dit bleek achteraf een koepok te zijn. Sarah werd daar niet ziek van en na een poosje verdween die pok, viel van haar hand af en ze had hele schone handen. En Janna dacht van: dit is interessant, ik kan een heel klein beetje van die pus nemen en die injecteer ik in de huid van een klein ventje en dat is Mr. James Phipps, het achtjarig zoontje van zijn tuinman. Die natuurlijk niet kon weigeren dat Jenner dit in de arm van zijn zoon spoot. Het ventje werd een heel klein beetje ziek in de week na die injectie, maar verder gebeurde er eigenlijk niks. Een maand later nam Jenner een heel gevaarlijk besluit. Hij stelde dit ventje bloot aan het smallpox, het echte menselijke pokkenvirus. Uitermate dodelijk virus. Dit ventje werd een heel klein beetje ziek, maar verder gebeurde er helemaal niks. Hij bleek immuun. Een maand later herhaalde Jenner dit experiment. Geen ziekte, het ventje werd niet ziek, er gebeurde helemaal niks, hij was beschermd. Dit is een experiment dat je natuurlijk vandaag de dag niet meer kan doen. Weer, de medische ethische commissie zal je daar geen toestemming voor geven en terecht. Want Jenner heeft dit experiment nog heel vaak herhaald met weeskinderen. Het verhaal vertelt alleen maar de successtory. Het verhaal vertelt niet hoeveel kinderen hij de dood in heeft gejaagd, omdat hij geen enkele controle had over hoeveel virus hij eigenlijk inspoot. Want hij wist het nog niet, wat virus waren. Wat er hier gebeurt, is uitermate interessant. Het koepokkenvirus lijkt kennelijk zoveel... Op het humane smallpox virus, dat het immuunsysteem. die probeert bescherming te geven tegen dat koepokkenvirus. antistoffen maakt en celletjes maakt. die dat virus kunnen aanvallen. En die cellen en die antistoffen. die plakken ook precies op het menselijke virus. En daarmee kun je bescherming krijgen tegen een potentieel dodelijk virus. En Jenner die noemde deze procedure vaccinatie. Dat komt van het Latijnse woord vacca, wat koe betekent. en ref, refereert dus aan het koepokkenvirus. Dat was eigenlijk het eerste vaccin. Vaccins zijn dus of heel sterk gelijkende virussen, of uh, levende Virussen, maar dat doe je niet graag, want dat is uitermate link. Dus liever dode virussen, of virussen die verzwakt zijn, of onderdelen van virussen. Die kun je allemaal gebruiken om een vaccin van te maken, om daarmee kinderen met name te immuniseren in te spuiten, meestal een paar keer, om daarmee immunologische bescherming op te roepen en immunologisch geheugen. Op het moment dat dat gevaccineerde kind. Dan in aanraking komt met het echte virus, zal die blijken immuun te zijn. Het immuunsysteem herkent dat virus onmiddellijk. Al die antistoffen zullen daar onmiddellijk aan binden en het virus wordt opgeruimd. Dat is eigenlijk het hoogtepunt. De meest succesvolle toepassing van de immunologie zit in vaccinatie. Uh, u kent vaccinaties. Natuurlijk ook wel. Zeker van het Rijksvaccinatieprogramma hier in Nederland. Waarbij kinderen op jonge leeftijd al worden beschermd met vaccinaties zoals DKTP, difterie, kinkoes, tetanus, polio, HIP, hemophilus influenza type B, BMR, bof, mazelen, rode hond, etc. Een kind van vier jaar in Nederland die heeft al 48 dosissen gehad van 14 verschillende vaccins. Waarvan 36 doses in zijn eerste anderhalf jaar. Dus wij vaccineren al aardig wat af hier in Nederland. En dat zie je terug in een verminderde kindersterfte tegen dit soort potentieel dodelijke kinderziektes. De wereldwijde infecties en infectieziektes vormen nog steeds een groot probleem. Jullie zitten hier waarschijnlijk vrijwel allemaal gevaccineerd te zijn. En dat is mooi. Uh, maar de vraag is, kunnen we nu een vaccin maken tegen elke willekeurige infectie? En het antwoord daarop is nee. Wij kunnen dat niet omdat er nog steeds een aantal infecties zijn die precies weten hoe het immuunsysteem werkt en dat eigenlijk voor de gek kunnen houden. Die kunnen steeds voortdurend die immuunreactie ontlopen en daarmee ernstige gevolgen hebben voor de menselijke populatie. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant horen we continu nieuwe virusinfecties, nieuwe epidemieën van virusinfecties, die zich heel snel kunnen verspreiden in dichtbevolkte stedelijke gebieden. En ik kom straks nog even terug op één, en misschien wel het meest beroemde voorbeeld op dit moment, het Ebola-virus. Waar is nu geen, te geen vaccin tegen beschikbaar? Nou, als je kijkt wereldwijd naar de infectieziektes, dan zie je hier dit zijn doodsoorzaken, wereldwijde doodsoorzaken. En wat u ziet hier is dat het totaal van die infectieziektes die hier in kleurtjes zijn aangegeven, vormt 26% van alle doodsoorzaken wereldwijd. Dus infectieziektes zijn nog steeds een heel belangrijk gezondheidsprobleem. En u ziet daar de drie meest beroemde killers. U ziet tuberculose, u ziet HIV en u ziet malaria. Malaria is een infectie met een parasiet die zich verstopt in rode bloedcellen. Die rode bloedcellen verandert als het ware het hemoglobine daaruit leeg eet, waardoor die cel klapt, geen zuurstof meer kan vervoeren. Een ernstige infectie, zeker op de hele jonge kinderleeftijd, zeker in Afrika. En ik heb zelf onderzoek gedaan aan malaria. Juist vanwege het feit dat er geen vaccin beschikbaar is, wij proberen via voeding het afweersysteem te versterken. Zodanig dat die kinderen op hele jonge leeftijd minder hevige infecties doormaken. en minder frequent die infecties doormaken. We hebben dat eerst in die kindjes zelf gedaan, vlak na de geboorte tot anderhalf jaar oud. En daarna hebben we het gedaan in Kenia bij zwangere vrouwen. Die studie is net afgerond. Dat is malaria. Een andere grote killer is tuberculose. De ouderen onder u herkennen dit nog wel. Een röntgenfoto van de borstholte van de longen. En je ziet al die witte vlekken. Dat zijn granuloma's. Kleine weefselstructuren waarin de tuberculobacillus zit. En tuberculose... Ja, we hebben BCG. Bacillus uh, gulmet. Calmet-Guerin. Dat is een vaccin... Wat gemaakt is eigenlijk op dezelfde manier zoals Jenner dat eh, 200 jaar geleden deed. Er is een bacteriële infectie in runderen, Mycobacterium bovis, die erg lijkt op Mycobacterium tuberculose. Maar die bacterie uit het rund die is eh, onschuldig gemaakt. Die veroorzaakt bij mensen geen ziekte meer. door hem jarenlang te kweken in een kunstmatig kweekmedium. Een enorme opgave geweest. Uh, heel interessant boek over geschreven. En dat vaccin. Dat geeft bescherming, maar het is maar heel beperkt. Het is maar eigenlijk een matig vaccin. Er is dus een hele grote behoefte aan veel betere vaccins, maar die zijn er niet. En het derde voorbeeld is HIV. Je ziet hier een besmette T-cel. en de gele puntjes op die cel is het HIV-virus. HIV Wat doet dat virus? Dat virus infecteert juist immuuncellen die bijzonder belangrijk zijn in de coördinatie van de immuunrespons. Je pakt eigenlijk precies de dirigent van je immunologische symfonieorkest. En het orkest gaat, het wordt een rotzooi. Het speelt niet meer gelijk, het wordt vals. Je pakt precies de goede cel. En wat doet dat HIV? Nou, het, het zorgt ervoor dat alle beschermingsmiddelen die het immuunsysteem heeft, successief worden afgebroken. Uiteindelijk wordt het lichaam zo gevoelig voor willekeurige infecties dat er een hele vervelende ziekte ontstaat, AIDS. En Die wordt gekenmerkt door een hele bijzondere infecties die normaal bijna niet voorkomen en heel bijzondere tumoren die normaaliter eigenlijk ook bijna niet gezien worden. En eh, dat HIV na de afbraak van die immuunsysteem, eh, ja. Dat geeft dus aanleiding tot aids met heel vaak de dood tot gevolg. Er is grote behoefte aan vaccins, maar die zijn er nog steeds niet. Dichter bij huis, het griepvirus. Het griepvirus is de absolute kampioen in heel snelle mutaties. Het virus, het virus muteert constant en er zijn heel veel verschillende typen van het virus. Het seizoensvirus, H1N1 is zo'n virus wat enorm snel muteert, waardoor de beschermende immuunrespons eigenlijk continu te laat is. Soms kun je een beetje geluk hebben dat de virusstam van dit jaar lijkt op die van het vorig jaar. Dan is er een vaccin gemaakt tegen de virusstam van vorig jaar en daar kun je nu wel wat aan hebben. Dus die griepprik, zeker voor risico-individuen, is zeker een goede zaak. En het beschermt soms, maar lang niet altijd. En een echt goed vaccin tegen griep, dat is een enorme uitdaging. Hoe zit dat nou met nieuwe virusinfecties, zoals Ebola? Nou, het interessante daarbij is dat er eigenlijk een hele nieuwe dimensie aan ons denken is toegevoegd, namelijk de sociale dimensie. De, het virus Ebola-virus was al bekend sinds 1976 in Zaire. Dat virus heeft zich in 2013 kunnen verspreiden naar West-Afrika, met name door consumptie van bushmeat. En bushmeat, dat ziet u hier, dat zijn eigenlijk vleermuizen, met name vliegende honden, die gevonden worden door kinderen, mee naar huis worden genomen, geroosterd worden boven een open vuurtje en dan gegeten. Nou, op eerste plaats is er bijna geen beest wat zoveel virussen bevat als een vleermuis, die er zelf niet aan te gronden gaat. En die vleermuis, zeker ook als die geconsumeerd wordt, is een belangrijke bron van infecties. In Europa wordt jaarlijks 250.000 kilogram bushmeat illegaal via Frankrijk ingevoerd. Het is ook verkrijgbaar hier in Nederland. En het is natuurlijk een enorme bron van infecties. Oké. Okay. Uiteindelijk, de WHO reageerde heel erg laat. Uiteindelijk is er een vaccinatiestudie opgezet. Er zijn vaccins gemaakt, die werken een klein beetje, maar die moeten nog zeer, uh, zeer zeker geoptimaliseerd worden. Pas in juli vorig jaar is de eerste studie verschenen die enig effect van dat vaccin liet zien. Maar ja, normaal duurt het tien jaar voordat je een werkzaam vaccin hebt ontwikkeld, en nu moest dat eigenlijk in één jaar. We hebben er wel heel veel van geleerd om klaar te zijn bij de volgende epidemieën die zich al aandienen. Er komen al nieuwe virussen aan. Wij moeten ons daar tegen wapenen. Maar het meest bijzondere is het sociale aspect. Mensen die aan Ebola overlijden worden gewassen door de familie. Daarbij wordt het lijk aangeraakt. Dat is het moment van verspreiding van het virus, van nieuwe infecties. En dat sociale aspect blijkt veel moeilijker te veranderen dan het maken van een vaccin. Dus we hebben daar nog een lange weg te gaan. Vaccins zijn dus prima middel om in infectieziektes tegen te gaan. Maar helaas niet alle. Er blijven nog steeds succesvolle killers over. En daarnaast zijn er nieuwkomers die hard toeslaan en die ontzettend veel schade kunnen veroorzaken in de onbeschermde bevolking. Kun je nu ook ziek worden van je eigen immuunsysteem? Dat komt in het volgende college.